In het kader van, of binnen het concept waar dat het in hoofdstuk 1 over gaat, namelijk het denken. En je bent niet je denken. En dat het denken in de weg staat van creatie, van nieuw, van niet jezelf steeds herhalen. Dus die bevrijding daarvan. Eigenlijk van het bevrijden van wie je denkt dat je bent. Van het bevrijden van jezelf. En jezelf in de zin van je huidige zelf, zoals je jezelf ziet. Dat is toch iets waar we ons van willen bevrijden. En daarvoor moeten we onszelf van ons verstand bevrijden. En vandaag wil ik jullie iets vertellen wat in het boekje staat. De kracht van het nu in de praktijk. En het goede nieuws is dat je je wel degelijk van het verstand kunt bevrijden. En dat is ook de enige ware bevrijding. En je kunt op dit moment al de eerste stap zetten. En dit is de fundamentele shift die je kunt maken, waardoor dat je de dingen anders gaat zien. Begin naar de stem in je hoofd te luisteren, zo vaak als je kunt. Besteed vooral aandacht aan zich herhalende gedachtenpatronen, die oude grammofoonplaten die je misschien al jaren in je hoofd zijn afgedraaid. En dat bedoel ik met de denker waarnemen. Wat een andere manier is om te zeggen, luister naar de stem in je hoofd. Wees daar als de toeziende aanwezigheid, de aanschouwende observator. Als je naar die stem luistert, wees dan eens onpartijdig. Dat wil zeggen dat je niet oordeelt. Beoordeel of veroordeel niet wat je hoort. Want zodra je dat doet, komt dezelfde stem door de achterdeur weer naar binnen. Bijvoorbeeld, ik denk van, ik versta iets niet. Ik begrijp iets niet. Ik heb al 2 keer gevraagd en ik begrijp het nog niet. Dan is het onherroepelijk zo dat een gedachte die een versie is van ik ben dom, naar boven komt. Het is altijd hetzelfde met mij. Als ik vervolgens daar een oordeel over heb, dat ik weer die gedachte heb over dat ik dom ben, dan bijt ik mezelf in mijn eigen staart. Dat is wat ze bedoelen, dat het door de achterdeur weer terug naar binnen komt. Ik roep het uit. Ik beoordeel het en het komt via de achterdeur komt er een nieuw oordeel over het oordeel binnen. Dus dat is niet de manier. En het beseffen is, ah, daar is die stem waar ik de hele tijd naar luister. En die stem die komt iedere keer weer terug in andere gedaantes en op andere momenten met andere woorden. Al snel ga je beseffen, daar is de stem en hier ben ik die er naar luistert en naar kijkt. Want dat gebeuren van door de achterdeur naar binnen komen, is iets waar we vaak waar onze aandacht ontsnapt. We denken de observator gevonden te hebben. De observator is niet de observator, maar vermomt zich als het ware of trekt meteen de jas aan van de beoordelaar, die er in eerste instantie uitkwam. Ik ben dom bijvoorbeeld. En die heeft een oordeel over het feit dat je een oordeel hebt over jezelf. En dat is dus niet de ik die dat gadeslaat. Er is nog een ander niveau van waaruit dat je dit ziet gebeuren. En als je dat ziet gebeuren, telkens weer opnieuw, dan heb je eigenlijk de kern te pakken. Wat je dan vervolgens doet, is nog een ander verhaal, maar hier heb ik het alleen over dit principe. Dat besef van ik ben, dat besef van je eigen aanwezigheid, is geen gedachte namelijk. Degene die dat observeert, dat patroon, dat de beoordelaar of de judger, zeg maar, door de achterdeur weer terug naar binnen komt en exact een oordeel heeft over het oordeel dat je eerder had. De persoon of het deel van jou dat dat observeert, is geen gedachte. Het komt uit iets voort dat boven het verstand gaat. Dus als je naar een gedachte luistert, ben je niet alleen bewust van die gedachte, maar ook van jezelf als de getuige van die gedachte. Een nieuwe dimensie van het bewustzijn heeft zich aangediend. Terwijl je naar de gedachte luistert,
voel je een bewuste aanwezigheid, je diepere zelf. En pas op, want die bewuste aanwezigheid kan onmiddellijk, omdat het zo dicht op elkaar zit, maar kan onmiddellijk overgaan in een emotie of in een verhaal over jezelf. En dan ben je weer op een ander niveau. Zodra je er gedachten op basis daarvan ontwikkelt, zit je in een ander niveau. Het is een ervaring, een beleving, een gevoel. Maar niet een gevoel van emotie. Niet een gevoel van woede, verdriet of enige andere emotie, frustratie, wat alweer een afgeleide is. Het is nog het beste, het komt nog het beste in de buurt van vreugde. Van vreugdevol zijn, zonder daar gedachten of verhalen aan te ontleden of op te fabriceren. De gedachte verliest al snel haar macht over je en houdt op doordat je het verstand niet meer van energie voorziet door je ermee te identificeren. Dus wat je eigenlijk doet, het is een lastige zin, maar wat je eigenlijk doet is de gedachte die opkomt heel goed beseffen dat dat uit je denken komt, omdat we nu eenmaal denken, en dat dat denken gebaseerd is op alle ervaringen die je ooit gehad hebt, op andere gedachten die soortgelijk zijn, en daarmee niets nieuws creëren, en ook niet jij in wezen zijn. Jij in wezen bent. Het is niet wie jij in wezen bent. Het is wie je van jezelf gemaakt hebt. Maar als je daarmee stopt om je daarmee volledig te identificeren, dus te denken dat je het bent, dat is identificatie. Als je dat alleen al beseft, dat je die niet bent, dat je niet je denken bent, maar dat je ook niet het denken over het denken bent, of het oordeel bent, het oordeel over het oordeel, maar dat je de aanwezige toeschouwer bent die daar geen mening over heeft en die niet meer een persoon is en die ook geen nieuwe verhalen creëert. Zodra je nieuwe verhalen creëert, zit je weer in de laag van het persoonlijk denken, van je persoonlijkheid, die je niet bent, niet in wezen. Dat is het begin van het einde van onvrijwillig en dwangmatig denken. Beseffen dat het denken gewoon blijft en zal blijven komen. Jij kunt kiezen wat je ermee doet. Als een gedachte tot zwijgen komt, ervaar je een breuk in de gedachtenstroom, een gat van niet denken. In het begin zijn die onderbrekingen kort, misschien maar een paar seconden, maar geleidelijk aan worden ze langer. Tijdens zo'n onderbreking voel je een zekere vrede en stilte in jezelf. Dat is het begin van je natuurlijke toestand van eenheid met zijn als geleefde ervaring, die meestal door het verstand verduisterd wordt. Door oefening wordt het besef van vrede en stilte dieper. Aan de diepte ervan komt trouwens geen eind. Je voelt ook een subtiele opwelling van vreugde uit je binnenste komen. De vreugde van zijn. Joy. Dat is iets wat ik je mee wilde geven, omdat dit een zijnstoestand is die je kunt beleven zonder dat je opnieuw in het denken gaat en het moet ontleden. Je kunt het niet begrijpen. Het is een beleving die jou vertelt dat het op zichzelf staat en ook niet verandert. Ongeacht wat je er ook van denkt. Het is er altijd. En het is iets onveranderlijks in jou. Jij bent het in wezen. Het is dus in alles aanwezig. In jouw denken, in jouw voelen. Maar het is in de achtergrond aanwezig. En het verandert nooit. Het is iets wat in jou aanwezig was toen je in de wieg lag. En het is iets wat in jou aanwezig is op je laatste moment. Hier in dit fysieke leven. En het is iets wat Ramdas beschrijft als de essentie die niet sterft. Ook al sterft het lichaam en verlaat je lichaam, dat is wat er opgaat in het geheel. Dat is wat er blijft. En dat vind ik een schitterende gedachte. Maar laat ik er niet verder over op ingaan, want dan ben ik namelijk weer gedachten aan het creëren op basis daarvan.
Ga regelmatig terug naar de achtergrond, naar het zijn, waar dat geen gedachten zijn, zonder er gedachten over te creëren. Als het niet lukt, dan ben je met je gedachten aan het proberen om in dat aanwezig, in die aanwezigheid te komen. En de aanwezigheid is gewoon dat wat het, wat dat, dat wat er is. En wat aanwezig is. Zonder zelfs te kijken, maar dat gewoon aanwezig is en getuige is, zonder oordeel, zonder mening, zonder iets. Voel je de oneindige, onmetelijke ruimte daarvan? En hoor je dan ook meteen, en ik spreek uit mezelf, de gedachte, maar wat doe ik daarmee? En hoe werkt dat dan? En waar is dit goed voor? En waarom moet ik daar naar terug? Want ik ben mens en ik maak dit mee en ik vind dit erg. Blijf eerst even in die gedachte. Het ontwaken van dat stuk van jezelf, of eigenlijk van wie je in wezen bent, is absoluut de basis waarop dit boek geschreven is. En is ook het stuk waartoe dit boek zich verhoudt. Dat stuk in jou waar je niets begrijpen moet, maar voelt wat werkelijk is. Dankjewel voor het luisteren. Namaste.